Meneer Bilkerdijk, Wilco Bilkerdijk, hebben we dus aan de telefoon. En we hebben dan een foto, zodat u weet wie de heer Bilkerdijk is. Meneer Bilkerdijk, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars en kijkers. Ja, het geluid hier in de studio, dan is het toch wel een beetje moeilijk te volgen wat de heer Bilkerdijk me zegt. Ja, hebt u een goede nachtrust gehad? Bent u daar goed begonnen, de eerste dag van de lockdown? Jawel, jawel. Ik heb doorgaans wel goede nachtrust. Ja. Dat lukt wel. Ja, toch om te beginnen. U bent de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Ik wil weten, wanneer praten we over fabrieken en wanneer praten we over bedrijven? Er is ook een andere vereniging van werkgevers, de VSB. Ja, wat doen die bedrijven die onder u vallen? Nou, bij ons hebben we de producenten, zeg maar. Eigenlijk fabrikant is een iets ruim begrip. Maar we hebben dus alle producenten bij ons die in Suriname dus producten produceren. Die in vele gevallen kunnen worden geëxporteerd. En in andere gevallen zijn het importvervangende producten. En beide zijn even zeer van belang. Ja, deze periode, deze COVID-crisis. Wat betekent het eigenlijk voor de bedrijven? Niet anders dan alleen maar ellende. Maar het is on top of everything. En moet ik zeggen dat we dus in het bedrijfsleven, en dat is samen met de VSB en de Charta, waren we al bezig, en andere organisaties waren we al bezig om wat maatregelen te bespreken die we de regering zouden voorleggen. En maar toen kwam dus die bom van die wet nog on top of everything. Maar de corona-epidemie is eigenlijk wel ernstiger dan veel mensen denken. Mm-hmm. En wat voor ons wel van belang is, is om te weten wat de overheid ermee op zal gaan. Maar meer in niet het medische deel, dat het goed is opgevangen. Maar meer het economische deel. Want uiteindelijk loopt het wel af met corona. Ja. Maar in het geval van de economie, dat zal wel andere, misschien wel drastische maatregelen vereisen. Ja, ik wil toch weten welke maatregelen de verschillende fabrikanten die onder u vallen hebben gedaan. Hoe zit het met bijvoorbeeld de werktijdenregeling? Kan men in deze periode ook nog overuren boeken? Nou, dat is nog redelijk opgevangen. We hebben dus met het NCCR afstemming gehad en de eerste instructies naar de leden toe verzonnen. En hoe het wordt ingevuld, dat is dus na te vernemen. Maar ondertussen is wel een akkoord gegeven aan verschillende bedrijven die in shift verband werken. Dat zij wel vrijstelling hebben gekregen of al een toestemming hebben gekregen om in personeel verplaatsen van en naar het werk. Ja. Hoe zit het met de exporten? Het zijn veelal fabrikanten, bedrijven die zich richten op de exportmarkt, zei u eerder. Hoe zit het met de exporten in deze periode? Nou, dus exporten zouden dus normaal kunnen vinden. Maar waar het dus eindelijk nu om gaat, is een van de hekelpunten waarmee we hebben gezeten de afgelopen dagen. We betrekken tot die wet op geldtransacties. Wat daarbij dus dat er sprake is van repatriëring van middelen. En op zich zou dat geen probleem moeten zijn. Maar wanneer je dus eigenlijk die gelden moet terugbrengen naar Suriname, weet je wel dat er een deal wordt gerepatrieerd. En dat heeft, laat me dat nog duidelijk over zijn, dat heeft meer te maken met de situaties ontstaan. Als je dus in een normale economie is het wel gebruikelijk dat je geld wordt gerepatrieerd, dat je geld inderdaad ook wel omzet naar het gebruikelijk munteenheid van die staat, van het land. Maar in dit geval zit er met ernstige zorgen waarbij het beleid heeft eigenlijk gemaakt dat mensen juist precies op een keer afrecht wel wat reserves willen hebben, omdat de overheid niet kan garanderen dat
je dan weer input krijgt, middelen krijgt voor je input. Dus dat je weer grondstoffen of hulpstoffen kan importeren. Ja, we komen dus... En dat is een zorgpunt, we onderschatten dat, maar ja. Het is echt een groot zorgpunt. En daar heeft eigenlijk de overheid niet eens de moeite genomen om met de organisaties die daarvan belang zijn, en dan praat ik met name over de ASFA en de VSB, om met hun in conclave te gaan. Het is een heet hangijzer, maar we zijn nog niet klaar mee. Hoor. In principe kan je dit dus niet later overheen laten komen zonder er wat van te zeggen. Ja. Meneer Bilkerdijk, dan komen we daar straks op terug rond dat van de introductie van dus de nieuwe valutaregels ten aanzien van de wet, controle, valutaverkeer en transactiekantoren. Dat behandelen we dus zo meteen. Maar toch verder doorgaan met dat de effecten van het COVID-19-virus op de wereld en ook in Suriname. De directeur van het IMF die zegt van nou, er is een ergere crisis op komst, erger dan die van 2009. Hoe kunnen we met z'n allen, dan ik denk dat u al erover hebt nagedacht, samen met andere organisaties, hoe kunnen we dat opvangen als geheel? Nee, om te beginnen, het eerste dat we hebben, we hebben dat ook wel gevraagd door aan ministerie, de president gevraagd in een gesprek met de minister en, van HI. En we hebben het gevraagd aan ook bij aan de VP in een andere setting. We hebben het recent ook gevraagd aan het COVID-team om daar invulling aan te geven. En ik bedoel met name dat de ASFA en de VSB worden betrokken bij die besluitvorming. Ja. Kijk, en natuurlijk zijn er een heleboel individuele mensen die business doen in Suriname, maar je moet als overheid kan je ook niet willen dealen met individuen die in principe of informeel zijn en soms wel illegaal zijn. Want je hebt mensen die business doen zonder een vergunning en die mensen zijn meer als gewoon informeel, omdat ze soms wel illegale dingen doen erbij. Maar wij claimen als ASFA en VSB dat we wel die positie hebben gekregen, ontwikkeld in het tussentijd, om dus daar een goede bijdrage bij te kunnen leveren als verantwoordelijke organisaties. En tot nu toe is daar geen beweging in gekomen, maar we blijven er hard op roepen dat er wel overleg is. En mooie termen als dialoog vallen ook wel eens. Maar je moet het overleggen met mensen. Uiteindelijk is het niet de overheid die die business doet. Hè? Dus de overheid die er zijn wel mensen bij de overheid die lijnen hebben met mensen in de private sector, maar het zijn niet die formele organisaties die betrokken zijn bij dit soort crisismomenten. Als gevolg van de COVID-19-crisis in problemen zijn gekomen, financieel bij te staan om tenminste de salaris van het personeel te kunnen uitbetalen. Wat is uw reactie daarop? Ook dat voorstel hadden we dus een beetje uitgewerkt. En wij hebben dus juist aangegeven dat de overheid mogelijk of met de Wereldbank of met IMF een deal sluit. Het zal niet makkelijk gaan, maar het moet wel komen. Maar de overheid gaat niet kunnen doen met hun eigen middelen. En als het gaat doen met hun eigen middelen, zal het massief monetair worden gefinancierd. En ook daar wil het gelden, alleen als het in overleg met ons is, bij het bedrijfsleven, ASFA, VSB. En natuurlijk wel andere partners hoor, maar dus als we praten over die locatie productie, zeker ASFA, VSB. Maar met hun zou je moeten dealen, want anders ga je gekheid krijgen dat te maken heeft juist met die economische situatie om het te verergeren. Als je dus niet op de juiste manier aanpakt. En het is al vaker bewezen dat zaken verkeerd zijn aangepakt. En deze crisis is overigens COVID bijkijken, maar we gingen al richting die downfall, maar dat moet wel gemitigeerd worden toch, maar we willen daar wel bij zijn. Ja. Om te helpen, oplossen, te bedenken van hoe die zaken moeten worden opgelost. Maar nogmaals, de overheid gaat niet in staat zijn die kosten. Ze moeten wel dat geld ervoor vinden, want je gaat het wel moeten doen, laat me dat nadruk zeggen. Je gaat het wel moeten doen, maar je moet die midden ergens vandaan halen. Ja. En u stelt voor dus een deal aan te gaan met onder andere de IMF of misschien de Wereldbank. Nee,
Zij hebben de laagste rente, die gaat het minste kosten. Je hebt meer huiswerk, maar het gaat het minste kosten om uiteindelijk terug te betalen. Omdat hun voorwaarden anders zijn. Ze zijn speciaal onder andere voor dit soort zaken. Ja, we praten vandaag dus met de heer Wilgo Bilkerdijk en we doen dit gesprek dan telefonisch. En u begrijpt het heeft allemaal te maken met de COVID-19-crisis waarin we dus zitten. En zoveel mogelijk wordt aan het Surinaamse volk aangegeven van als het niet nodig is om op straat te gaan, blijf thuis. Dus de maatregelen nemen we dan ook heel goed in acht. En we maken dus gebruik van de mogelijkheden om telefonisch te praten met de heer Wilgo Bilkerdijk. U haalde dat van de nieuwe wet aan. En het heeft dus ook voor veel beroering gezorgd binnen de financiële wereld. Nu begrijpen we dus dat de DSB zegt van nou, dat kortgeding dat de VSB, ASFA en Surfam tezamen met de DSB zouden aanspannen. Dat de DSB zegt van nou, eigenlijk we trekken ons terug. Want we hebben vruchtbare gesprekken gevoerd met de Centrale Bank van Suriname en ook met de leiding van het parlement. Is dat ook geen beweegreden voor de ASFA om te zeggen van nou, laten we toch wel kijken wat er gebeurt? Nee, ik denk niet dat u de berichten kent dat gemist wat u zegt van de DSB, maar eigenlijk onder ons hebben we aangegeven dat we redelijk content waren met die twee gesprekken. We hebben twee gesprekken gehad met DNA. En een heel intensieve technisch overleg hebben we gehad. En we zijn redelijk content vandaag gegaan. Maar die kortgeding is wel nog in proces. We zeggen van wanneer we zien wat de DNA ervan heeft gemaakt, daar zullen we het intrekken. En ik heb begrepen dat het morgen op agenda stond. Ik weet niet of het morgen, vandaag of morgen zou zijn, dus dat was nog niet officieel bekend. Maar ik moet dan een eindproduct komen uit die deliberations. Ja. En de DNA moet dan eindelijk bepalen wat het gaat worden. Uiteindelijk gaan ze wel die wetgeving moeten aanpassen. Want in principe zeiden we als bedrijfsleven niet tegen dat deel binnen die wetsontwerp. Die wet eigenlijk al bekrachtigd is. Hmm. Waar er sprake is van je Surinaamse munt versterken. Die vreemde valuta stromen reguleren. Ja. Meneer Bilkerdijk, ik wil toch van u weten hoor. Achter welke delen van de wet kunt u zeggen van nou, hiermee ben ik wel eens. Dit is voor mij wel een goede zaak. Dat somde ik net op. Dus waar er sprake is van valutatransacties, lokaal mensen en SRD-dienen te betalen, dat je die terugbrengen van vreemde valuta, dus als je repatrieert, wat ik net over had. Dat soort dingen zijn wel goede zaken, maar je had het in feite al lang moeten doen. Nu is het eigenlijk een noodmaatregel, welke juist een aanpreksewerker gaat hebben, als het zo wordt uitgevoerd, zoals het stond. En nogmaals, we hebben dit goed gemotiveerd aan DNA. En zij gingen met de minister van onze zaken, zijn ze meegegaan, dus we zien toch wat ze ervan maken. Maar om die, in die wetgeving zou je dus alle maatregelen te maken hebben met geld tussen kantoren en valuta wisselkantoren. Dus eigenlijk dus dat van die vreemde valuta versus SRD, waar je dat reguleert, dat stuk is helemaal in orde, vinden wij. Daar staan we ook wel achter. We willen als bedrijfsleven niet werken steeds met stijgende koersen of schommelende koersen. En het is nadelig voor de productie. Dus daar staan we helemaal achter. Waar we niet achter staan, laten we dat liever zo formuleren. We staan er niet achter dat de overheid een toezichtsorgaan in het leven roept, welke de reguliere standaard organisaties overstijgt. Je kan in deze situatie wel, absoluut, en dat hebben we ook voorgesteld, een taskforce instellen, welke dus die coördinatie gaat doen van al die werkarmen van de overheid, zoals de BOG, ECD, de diensten van DC's, om controle te houden op al die bewegingen, al die autonomische bewegingen. Dus een kort termijn, een ad hoc team om dat te doen, een task force.
niet een bij wet ingestelde toezichtsorgaan. Dat gaat overigens niet werken, want je wil met dit orgaan weer overroelen van bestaande zaken. Die bestaande zaken moet je juist gaan coördineren en middels een test. Dus dat van toezichtsorgaan mag voor ons eruit. En dat gaat op de tijd ermee moeten zijn, want dat alle ding moet voor het leven zijn. Dat van een SED versterken, meer vertrouwen brengen in onze eigen munt, moest voor het leven bestaan. Het moest er al lang zijn. Ze zijn er echt wel laat mee. Dus dat deel is oké. Wat er niet in is, is van ons van belang. Wat er niet in moet, is van ons van belang. Ja. En er is ook sprake van een absolute power geven aan een minister van HIHI. En het gaat er dus niet eens meer om deze ene minister, want in die wet gaat het staan, dus het gaat voor altijd blijven. Maar ook een andere minister gaat bepalen wat er moet worden geïmporteerd, wat er mag worden geïmporteerd, onder de noemer van essentiële goederen. En vandaag zien we al artikelen in de krant staan, en waar het heet online verschenen, waarbij er al een keuze wordt gemaakt. We hebben gevraagd nogmaals aan de overheid om met ons in overleg te gaan. Met betrekking tot deze lijst hebben we specifiek gevraagd, maar laten we een overzicht hebben van die lijst. Want uiteindelijk wil je wel overleg hebben nogmaals over die zaken die je gaat importeren. Ja. En wat belangrijk is, want dat is nog niet helemaal duidelijk, de zaken die de overheid gaat willen importeren, gaan ze waarschijnlijk financiering voor zoeken. Dus onze belastingsmiddelen of leningen die we gaan nemen, dat is nog steeds dan van ons, gaat men aan specifieke mensen zoek te bedienen om importen te doen. Dat wil je niet hebben. Dat is deel verlenen van de economie en van die samenleving. Ja. En dat moet open zijn dat anybody het kan, maar die lijsten, we begrijpen ook, en dat hebben we eerder meegemaakt, en we willen meewerken daaraan om te kijken van wat is werkelijk essentieel. Medicamenten, absoluut essentieel. Geen discussie erover. Maar ik kan niet op een lijst gaan zetten zaken die we altijd al wilden hebben. Maar als het niet meer kan, dan moet het van die lijst. Maar we hebben geen inzage op die lijst. En er verschilt er iets op het internet. En dan zie je een paar gekke dingen vallen. En dan zeg je van, maar hebben ze er wel over nagedacht? Maar nogmaals, we roepen voor overleg. En dat is ook een van de dingen, dus terugkomend, dat die minister absolute power krijgt, moet ook uit die wet. Ja, dan hebben we dat begrepen, meneer Wilco Bilkerdijk. We gaan dit gesprek met u afronden. COVID-crisis hebben we dus over de gehele wereld. Het is een pandemie. U bent de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Juboskopu komiding kondriman funu en dan miwani bedoyen junu inu egitongo sodat ook to den arkimang winspede def serenang ook to winspede def grontapu nang de mai konverstan takino aboskopu sang masrabel kerdeke junu dat na fu kraka umbaka fu yep seti ook to den tori fu den covid maatregelen morobu. Nou, maar dat is een heel erg van COVID, omdat eigenlijk ook tikken naar COVID, want dat was een serieus story. En wat toen al deden, dat ik van wat kreeg, wat deel van wat, maar dat dat aan het aboren ook niet zijn. Want dat waren ook niet zijn, nadat de economie opvallen terug. Dus als je COVID zag, ik was aan het tikken wat toen moen, als COVID zag, kan je nooit van dat deden in zijn naam, dat was ook niet, dat weet ik, dat kan je dan niet, dat niet. A economie opvalt dus naartoe zijn in, dus om te jubelen, boentai aan ons, krap, boentai jubelen, voor Lucas op zijn gomor of vara. En van pis dat die, als van een VSB, kar galaat, dat hij, dat kan aan ons, kon je poe fikas, dat abeleg gomor of vara. Want dat is dan ook gewoon, het gaan criminaliteit krijgen in het land, en in het kar, ik wil niet, de persoon zijn, ze roepen aan het op. Maar dat gaat het gevolg zijn. Als we nou zetten van zo'n boom, overheid aan het bedrijfsleven, als we dat zo broeien kon laten. Dus nu elkaar ook aan de man van de straat, maar ook de regering en de regeringsfunctionarissen overweeg serieus om met het bedrijfsleven in overleg te gaan. Want alleen ga je het ook niet kunnen doen. Ja, dan bedanken wij u voor deze boodschap ook. Ter besluit van uw bijdrage vandaag.